Die zat daar dan ergens op. Maar... Hallo, wij zijn Amy en dit is het Vice interview. De laatste keer dat ik ben uitgegaan, denk ik. Ja, ik schrok van mijn walm en mijn wit gezicht. Wat? Ja. Altijd als ik mijn haar afdoe, dan is het even raar omdat ik dan... Dat is nooit mooi in het begin. En dan ben ik altijd van... Ja, bij mij hetzelfde. Ik heb een aantal maanden geleden mijn haar helemaal afgeschoren. Het was zo lang of zo. Dus dat was even schrikken alweer. Vooral mijn eigen hoofd zo goed te zien. Niet zo die hard van wow, dat is gebeurd, maar ik ben daar even zo gefascineerd door geweest door zo de dood van Kurt Cobain. En dat dan zo gezegd door Courtney Love was. En er zijn zo van die websites waar dat je zo telefoongesprekken kunt horen tussen Courtney Love en andere mensen. En zo allemaal bewijsmateriaal dat dat echt zij was. En zo dat het laatste stukje van zijn... Zijn afscheidsbrief, dat zo in een andere schrift is. En ik weet niet, ik was daar gewoon zo... Wow. Dus dat was even van, is dat nu echt of niet? Ik weet niet of het probleem per se bij de jonge mensen ligt. Eerder bij de oudere generaties die bepaalde inzichten niet hebben die de jongere generatie misschien wel krijgt. Rond milieu, rond lokaal kopen en consumeren. Mensen die zo hun anders voordoen dan dat ze zijn. En dat je dat echt voelt. Maar ik weet niet of ik daarvan ga koken of zo. Ik ben van... Ik kan me wel frustreren, ook niet koken, maar wel frustreren in mensen die zo geen rekening houden met andere mensen. Zo, zeker nu met de coronaperiode. Ik was een aantal weken geleden in Oostende en dan staat alles daar heel mooi aangeduid. Overal keiveel pijlen en stewards die de richting wijzen. En dan toch mensen die dan zo rondlopen tegen de richting in, zo tegen hun schouder aanlopen, dat ik dan zo denk van, waar leeft je? Ziet je dus niet gebeuren? 70s. Ja, voor de goede muziek. Omdat er dan zoveel is gebeurd op vlak van muziek, er is zoveel opengetrokken. Like omdat dan ook oké was om like bijvoorbeeld eerst naar een concert van Black Sabbath te gaan en dan bijvoorbeeld naar Jaco Pastorius of James Brown te gaan of zo. Als ik beelden zie van toen, dan lijkt mij dat soms een vrijere muziekwereld dan dat hier vandaag is of zo. Ik denk dat ik misschien eerder zo naar een tijd, een meer primitievere periode van de mens of zo, waar dat gelijk niet veel zorgen had. Waarschijnlijk wel andere zorgen, maar zo. Dat was van de sabeltandtijgers. Wat? Ja, zorgen van weglopen van de. Meer existentiële zorgen dan of? Ja, meer zo. Nee, ja. Ja, niet de zorgen. Maar zo even weg van zo de maatschappij en zo, de samenleving nu. Maar er is altijd wel iets, hè, dus ik weet niet. Dat is zo moeilijk, hè. Elke periode heeft zijn positieve en negatieve kanten. Voodoo Child van Jimi Hendrix. Dat lijkt mij wel nog tof. Ik zal dit. Die zat daar dan ergens. Ah, ja, oké.